In mei, juni beginnen wij met het zaaien. Wij zaaien dan een paar honderdduizend zaadjes per hectare. Wij willen dat de opkomst zo goed mogelijk is en daarmee beregenen we altijd een beetje. Wat er gebeurt is dan dat er een aantal planten opkomt. En die planten die groeien ongeveer een half jaar door. En vanaf begin oktober tot half december rooien wij die wortelen. Die sorteren wij op maat. Die gaan in de bewaring. En in die bewaring kunnen wij ze onder nul bewaren. En in die bewaring zitten ze in een soort van winterslaap. En elke week halen wij de wortelen uit voor de productie in onze kwekerij. Maar in de kwekerij staan ze maar 3 weken. Dus de crop die is in 3 weken klaar. De plant op het land die wordt wel groen. Maar als witlof in het donker groeit, wordt het bladgroen niet geactiveerd en blijft de witlof dus wit. Mijn naam is Hugo Jongejan en wij produceren jaar rond witlof voor de Nederlandse en de buitenlandse markt. Ja, die witlofwortel is niet om op te eten. Kijk, hier uiteindelijk groeit hier een krop op, dus dat is wat je gaat eten. Koud, vochtig, koel is uitdrogen. Het is hier tussen de min 1 en de min 2. Ja. We zitten hier in Flevoland op de meest vruchtbare grond voor zaaigoed, zoals wij dat noemen. Dus ook voor witlofwortelen. Die grond is zo geschikt hier voor de witlofwortel. Alles is hier gewoon goed op orde. De logistiek, de grond, de afwatering. We hebben hier gewoon alles om een goed en gezond product te kweken. Wat ik altijd zeg, wij hebben het zaad niet en wij kunnen niet alle witlof opeten. Maar daartussenin doen wij alles. Dus we zijn zelf de producent van de witlofwortelen. We zijn zelf, hebben we de bewaring. En we hebben zelf een eigen kwekerij. En normaal gesproken zijn dat 3 aparte bedrijven. En wij doen alles in één en op hele grote schaal. Witlof is een heel klein product. Dus innovaties gaan niet zo snel als bijvoorbeeld aardappelen of uien. Je ziet gewoon dat er een kleinere markt voor is. En innoveren kost gewoon in de basis heel veel geld. En wil je dat eruit halen, ja, dan moet je aan de achterkant ook wel weer wat massa kunnen verkopen. Dus wij zien die ontwikkelingen in de witlof, die gaan gewoon heel gestaag. Wat wij doen in zijn algemeenheid is dat wij al het regenwater wat hier op de daken valt, dat vangen wij op in de bassin. Dat gebruiken wij gedeeltelijk voor de tilt en voornamelijk voor het schoonmaken van onze witloftrekbakken. We hebben een koeling die stoot warmte uit aan de achterkant, net zoals je koelkast thuis. Die warmte die vangen wij op en die gebruiken wij hier voor het kweken van de witlof en om hier de schuren warm te houden. Het is zelden dat ik witlof eet met kaas en ham. Je kunt het goed gebruiken als salade, je kan het grillen. Wokken is ook heel makkelijk. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke groente die, ja, gezond is en op verschillende manieren klaar te maken is.